Hartelijk welkom mensen in deze eredienst op deze Sabbatmorgen. Ik wens u allemaal een hele gezegende Sabbatmorgen toe. En zoals we gebruikelijk zijn, willen wij eerst zingen met z'n allen. Een lied zingen ter ere van God. We zijn al begonnen met een lied natuurlijk in de dienst te horen. We willen ook graag samen zingen. En dat is wel lied 141. 141 en dan vers 1 plus 10. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. Dat hebben we ook vooral nodig in die eindtijd. Psalm 141, de versen 1 plus 10. Prachtig mooi dat we zo'n intrede gebed mogen zingen met z'n allen. En daarom willen we ook met z'n allen bidden. Wilt u samen met mij bidden dat we ook een verlichting mogen krijgen van de Heilige Geest. Maar ook vooral bidden voor alle fouten en gebreken die we ook afgelopen week weer hebben gehad. Dat de Heer ons die wil vergeven. Wilt u samen met mij danken en bidden. Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, we komen weer voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat we weer voor uw heilige troon mogen komen. Dat u ons hebt geroepen. Heer, het zijn ernstige tijden waarin we leven. Uw woord wordt als niets geacht. En wij bidden en wij zingen of u bij ons wilt komen. Kom met kracht over ons. Laat ons zien waar we fouten en gebreken hebben. Ook weer van de afgelopen week. Heer, vergeef ons dat onze broeders en zusters ons ook willen vergeven. Die fouten en gebreken die wij ook tegen hun hebben begaan. Dat we specifiek hebben gemaakt naar hun wat we verkeerd hebben gedaan. Oprecht berouw hebben gehad. Geen spijt om de gevolgen, nee, echt berouw. Heer, en dan wilt u ons ook vergeven. Dank u wel daarvoor, als we dat hebben beleden. Naar onze medemensen, broeders en zusters en naar u toe. Heere, zo willen we ook deze dienst openen, door uw woord te onderzoeken, door te bidden, door te zingen. Heere, maar vooral kom met uw Heilige Geest over ons, dat we mogen verstaan wat er staat te gebeuren. Hoe we ons moeten voorbereiden voor die toch hele moeilijke tijd. Maar ook een hele mooie tijd, omdat u uw Heilige Geest nogmaals wilt uitstorten over deze wereld. Kom daarom met kracht over ons, dat we het mogen verstaan en mogen begrijpen. Zo leggen we deze eredienst voor uw heilige aangezicht neer. Maar ook willen wij heel in het bijzonder bidden, lieve Heer God, voor al die mensen die verdriet hebben, ziek zijn, die het woord helemaal niet meer kunnen begrijpen. Helaas, wat een verdriet, wat een armoede. Heer, wilt u bij zieken zijn? Bij mensen die hun geliefden hebben verloren, om wat voor reden ook maar, zij die eenzaam zijn. Heer, er is veel verdriet, veel stille armoede hier, ook in ons land.
maar over de gehele wereld heen. Heere, wilt u zo ons kracht geven om uw woord te verstaan en dat we dat ook uit kunnen en mogen dragen. Dit alles bidden we van u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade, uw grote liefde en uw trouw en om Jezus Christus onze geliefde Heer zijn naam wil. Amen. Ja, zoals al gezegd, we leven in een ernstige tijd. De Heere, die weet dat en die wil ons ook elke keer bemoedigen. En we gaan daarom ook eerst weer naar Exodus toe, Exodus 20. Wij willen graag doen wat God van ons verlangt. Niet één uitgezonderd. Maar het is ook belangrijk dat wij gaan verstaan wat God ons heeft te vertellen. We willen daarom graag eerst de geboden lezen. En ik kan u ook beloven, ik wil ook wat extra, juist in deze dienst, vanuit de Bijbelcommentaren lezen. Maar belangrijk is dat we eerst de wet van God, de geboden, gaan lezen. En die weer in ons hart opnemen. Wilt u samen met me lezen Exodus 20, de versen 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden, zegde: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. En als we Gods geboden weer hebben gehoord en die nemen we weer in ons hart op, willen we eens naar Romeinen 6 vers 16 toe. Laten we eens lezen wat Paulus daar ook weer over zegt. Juist weer over Gods geboden die eeuwig zijn. Romeinen 6 vers 16. Daar staat: Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten, ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot en dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dus wij kunnen keuze maken. Of gehoorzaamheid tot de zonde, tot de dood, of gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Gehoorzaamheid is natuurlijk ongehoorzaamheid aan God, wordt het dan. Dus vandaar, de Heer heeft ons nogal wat te vertellen. Pas eens op wie u gehoorzaam bent. Je kunt de duivel dus ook gehoorzaam zijn. En als we dan eens Bijbelcommentaren erbij pakken, en dan weer uit de 2e Korintiërsbrief vandaan, hoofdstuk 3, en dan bladzijde 502 van Bijbelcommentaar. 2/3 van boven, 1/3 van onderen. Hoofdstuk 3. De wet verordent
ten leven, staat er boven. De wet verordent ten leven. De wet van God, in ontzagwekkende grootheid van de zin ingesproken, is een uitspraak van oordeel over de zondaar. Dus die de zonde doet. Houd u hem vast. Het rechtsgebied van de wet is oordelen en er is daarin geen kracht om te vergeven of te verlossen. Dat is duidelijk. Dat doet Christus voor ons. Maar die wet is wel degelijk belangrijk. Dat dat ook een spiegel is, ons voorgehouden. De wet is bedoeld ten leven. Zij die in harmonie met deze voorschriften leven, dus de wet, de geboden, inzettingen en rechten, hebben we vorige keer besproken, zullen het loon van gehoorzaamheid ontvangen. Dus bent u gehoorzaam aan God en aan de wet, krijgt u het loon van gehoorzaamheid. Maar, daar komt die andere kant, ze brengt slavernij en dood voor hen die onder de veroordeling vallen. Dus die gehoorzaam zijn aan wie? Aan Satan, aan de duivel. Aan wat mensen zeggen, geboden van mensen. Als u daar gehoorzaam aan bent, dan komt dus slavernij en dood. Dan staat u niet meer onder die grote kracht van God, die u wil behoeden en bewaren voor vallen. Dan luistert u niet meer naar de geboden, de inzettingen en de rechten van God. Maar inderdaad, dan luistert u naar de Satan. En dat willen wij niet. Zo zitten wij niet bij elkaar. Dus vandaar, hou deze vooral vast, ook voor de verkondiging waar wij straks weer mee bezig gaan. Tot zover eerst de voorverkondiging. En daarom willen we eerst weer ons mooie psalm zingen, psalm 119. Pracht, psalm is dat. En dan wel vers 12. Wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, zal in die eindtijd gebeuren, in het hoog gestoeld op uw knecht gebeten, heb ik mijn weg naar uw geboon gericht. Dus wij zullen heel veel meemaken, maar als wij naar Gods geboden ons richten, gaat het altijd goed. Psalm 119, vers 12. En dan willen we nu graag met z'n allen de schriftlezing lezen. En we zijn, zoals iedereen zal begrijpen, aan het laatste hoofdstuk van Efeze toegekomen. En wel Efeze hoofdstuk 6. We hebben al heel veel dingen besproken. Dank de Heer voor dat alles. Vorige predikatie, eredienst, ging over 1 Korintiërs 14, vrouwen in het ambt. En daar stond ook nog een belangrijke regel, daar kom ik straks nog even op terug. Maar eerst willen wij Efezebrief, hoofdstuk 6 van de Efezebrief, 1 tot en met 24.
Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, het welke het eerste gebod is met een belofte. Opdat het u welga en dat gij lang leeft op aarde. Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrees en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil Gods van harte. Dienende met goedwilligheid den Heren en niet de mensen, wetende dat zo wat goed een ingoed gedaan zal hebben, hij datzelfde van den Heren zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrij. En gij Heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw zelfs Heren in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hen is. Voorts, mijn broeders, wat krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doe dan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in den boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgod met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Met het welke gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt een helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welke is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende ten alle tijden. In den geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken. Dewelke ik te dienzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zou weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broederen en liefde met geloof van God den Vader en den Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Amen. Daar hebben we een tekst bij. En wel uit de eerste Korintiërsbrief en dan hoofdstuk 11, vers 19. Eerste Korintiërsbrief, hoofdstuk 11, vers 19. En er staat, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Dat is een duidelijke uitspraak. En daar hoort een heel klein beetje 1 Korintiërs 14 vers 38 bij. En dat heb ik u al gezegd, daar gaan we in deze eredienst iets meer op in. Dus die heb ik in de vorige eredienst even laten liggen. Maar zo iemand onwetend is, die zij ontwetend. En dat moeten we wel even goed verstaan, wat Paulus hier nu heeft bedoeld natuurlijk. Dus vandaar, deze twee teksten, die zijn wel nauw aan elkaar verbonden. Dus 1 Korintiërs
11, vers 19 en 1 Korintiërs 14, vers 38. Maar daar gaan we straks met z'n allen een overdenking over houden. En voordat we dat doen, willen we ook een hele mooie psalm zingen. Het zijn allemaal mooie psalmen, zeg ik wel eens. Als we maar heel goed erbij stilstaan, wat God heeft te vertellen aan ons. En wel psalm 84, vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van ziel haast voor God verschijnen. Een hele mooie profetische uitspraak van de psalmist. Psalm 84, vers 4 gaan we met z'n allen zingen. Zoek u samen met mij om een verlichting te vragen van God, dat we het woord goed mogen verstaan. Laten we daarom samen bidden, dat de Heilige Geest over ons mag neerdalen, verstand mag openen, ons hart mag openen, om het heel goed te kunnen en mogen verstaan, wat God ons nog heeft te vertellen, uit het laatste hoofdstuk van de Efezebrief. Wilt u samen met mij danken en bidden? Lieve goede getrouwe God de Vader, we blijven u danken. Danken dat u ons het woord hebt gegeven. Het vaste woord. Waar wij juist in kunnen zien wat u bedoeld heeft. Ook voor deze tijd. Voor de eindtijd waar wij in leven. Och lieve goede getrouwe God de Vader. Dank u wel dat u uw zoon hebt gezonden voor ons. Dat we kracht mogen putten. Zoals uw zoon ook kracht heeft geput bij u. Elke keer kwam hij bij u, lieve vader, terug om te vragen om leiding. Te vragen wat hij moest doen. Zo komen wij ook bij u, lieve vader in de hemel. En bij u, lieve Heer Jezus, nu in het bijzonder. Omdat u onze middelaar bent. Lieve Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Open ons verstand, dat wij mogen gaan verstaan wat u ons hebt te vertellen. Hoe wij ons moeten voorbereiden om uw oprechte kinderen nog te roepen. Voordat het te laat is. Vader in de hemel, wij kunnen alleen maar smeken. Smeken om die Heilige Geest. Kom over ons, ook over mij, want uit mijzelf kan ik dat ook allemaal echt niet, helemaal niets. Laat mensen vooral niet kijken naar mensen, maar wat u door mensen doet. Aan u komt alle lof en eer toe, geen mensen. Kom daarom alstublieft over uw oprechte kinderen. Ook vooral thuis. Wees met uw heilige engelen hier bij ons, bij mensen thuis. Heren, dat ze mogen verstaan wat u hebt bedoeld in uw woord. Lieve Vader in de hemel, zo leggen we deze verkondiging, deze eredienst weer voor uw heilige aangezicht neer. Dit bidden we daarom ook, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar kijkende naar uw geliefde Zoon die alles voor ons heeft verdiend. Open ons verstand en ons hart door uw heilige geest. Dat bidden we van u om Christus Jezus wil. Amen.
Ja, we gaan met Efeziërs brief verder. Efeziërs hoofdstuk 6. En we hebben al in hoofdstuk 14 gezien dat we ontzettend moeten oppassen van 1 Korintiërs 14. Dat we ontzettend moeten oppassen dat we vooral geen verkeerde dingen doen. Want dat is heel gemakkelijk. En zoals ik al zei, daar stond nog één tekstje. Of beter gezegd, een vers. Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Ja, wat gebeurt daar dan mee? Die onwetend is, die zij onwetend. En toen hebben we de tekst erbij gepakt. Uit 1 Korintiërs 11, vers 19. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Dus er moeten onwetenden onder u zijn. Dat gebeurt onherroepelijk. Opdat degenen die oprecht zijn, als u oprecht bent, openbaar mogen worden onder u. Diegenen die oprecht zijn en die echt begrepen hebben wat er in die Korintiërsbrief staat. Dat ze maar openbaar mogen worden. Dat zij wel gaan inzien hoe fout het is om, in dit geval, Korintiërsbrief, vrouwen in te zegenen voor bepaalde ambten. Die absoluut niet mogen, omdat dat wetsovertreding is. Dat begrijpen we als geen ander. Dus God heeft u en mij belangrijke dingen te vertellen. En daarom wil ik ook nog even met u gaan naar Bijbelcommentaren, bladzijde 513. Bijbelcommentaren, bladzijde 513. En dan mag u zelf nog eens helemaal doorlezen, maar het gaat me vooral om één hele belangrijke regel. De tweede alinea van onderen. Bijbelcommentaar op bladzijde 513, tweede alinea van onderen. En daar staat heel duidelijk, God sluit geen compromissen met de zonde. Ik zal het nogmaals zeggen, God sluit geen compromissen met de zonde. En dan gaat het verder. Een echte bekering verandert erfelijke en aangekweekte neigingen tot het kwaad. Daar staan we. Dat is overduidelijk volgens mij. Als God geen compromissen sluit met de zonde. En zonde is wetsovertreding. Het zij de geboden hier afgebeeld. Het zij de inzettingen. Nummer 18 bijvoorbeeld. Het zij de rechten en plichten. Die we met z'n allen hebben. We moeten ook werken. Dat zijn rechten. Die rechten hebben wij om het woord uit te kunnen en mogen dragen. Maar ook de plicht om het te doen. Dus als dat ons uitgangspunt is. Dan gaan we nu verder met Efeze 6. Want u zult zien dat daar ook die rechten en die plichten. En die geboden en die inzettingen weer aankomen. Laten wij maar eens beginnen te lezen in vers 1 van Efeze 6. Dus daarvoor waren het allemaal inzettingen die wij moeten houden. Dat ga ik natuurlijk niet meer herhalen. Dat kunt u zelf als u wilt nog eens herhalen. Dat begint al bij vers 14 van hoofdstuk 4. Dat er alle winden van leer zijn. Moeten wij ons ver van houden. Verduisteringen zijn er. Hoofdstuk 5. Hoereerderij. Afgodendienaars. Zo zij dan hun medegenoten niet. Hebben we allemaal besproken met z'n allen. Bestraft ze ook veel eer. En dan komt natuurlijk heel nummer 18 wat er met vrouwen allemaal aan de hand is. Want wij moeten zonder vlek of rimpel staan, die gemeente. En dan gaat Paulus dus gewoon verder, waarmee? Met vers 1. Gij kinderen, vers 1 van Efeze 6. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere. Want dat is recht, dat klopt. Dat hebben wij net gelezen, Exodus 20 vers 12. Belangrijk. Eer uw vader en uw moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte. Dat is interessant als u dat ziet, want, kijk je nog even mee, dat is het eerste gebod van de tweede tafel. Ziet u, dat Paulus dus onderscheid maakt tussen de twee stenen tafels. Het eerste gebod, zegt hij, dat klopt, van de geboden die wij als mensen onder elkaar moeten houden. De eerste vier
geboden zijn specifiek voor God bedoeld. En de andere 6 geboden juist voor ons mensen. Dus ook voor de kinderen. En daar begint Paulus dus ook mee. En in vers 3 staat, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op aarde. Dus niet in de hemel, nee, ook op aarde. Dus kinderen, jeugd, wees alert wat Paulus hier zegt. Jullie wisten het al natuurlijk vanuit de gebodenweg die we altijd lezen. Maar hier benadrukt Paulus dat nogmaals, dat het belangrijk is die geboden te houden. En dan staat er verderop, in vers 4. En gij vaders, daar komt hij, waarom zegt Paulus hier in één keer vaders? Die vaders zijn de priesters van het gezin. Daar staat niet, en gij vrouwen, nee, er staat gij vaders, omdat zij de priesters van het gezin zijn. En Paulus heeft dus verboden dat vrouwen die priesters mogen zijn. En hier vinden we dat ook weer één op één weer terug. En gij vaders, priesters van de gezinnen, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Maar voed hen op in de lering en vermaning. Dus ze moeten onderwezen worden, die onderwijzende genadegaven. Titus 2 vers 11 en 12, lees hem nogmaals door. Predikatie over gehad, en vermaning. Dus ze moeten vermaand worden. Daarom moeten die kinderen gehoorzaam zijn aan hun ouders. En wel aan de priester. Daar ziet u ook weer dat verband van priester, gezin, priester, gemeente. Priester, Jezus Christus en de gemeente, priester voor het volk zijn dus de mannen. Zoals je weet, de priesters, de herders. En dan gaan we naar vers 5 van Efeze 6. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam, uw heren naar het vlees, met vrezen en beven. In eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus. Dus natuurlijk als wij, dat noemen we tegenwoordig, werknemers zijn en we staan onder een werkgever, dan moeten wij in alle oprechtheid doen wat die werkgever van ons verlangt. En dan zegt Paulus natuurlijk bij, gelijk als aan Christus. We moeten als christenen werkzaam zijn bij die werkgever. En vers 6, niet naar ogendienst, als mensenbehagers. Natuurlijk, we kunnen natuurlijk met een hele hoop vleierijen wel dingen gaan doen en alles maar goedkeuren, want dat speelt er ook heel vaak. Nee, niet naar mensenbehagers, of als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus. Wij moeten wel Christus vertegenwoordigen, ook in ons werk. En dat schort er nog wel eens aan. Want dan zijn we in één keer die geboden en die inzettingen en die rechten en die plichten, dat zijn we in één keer allemaal kwijt als we op het werk zijn. Nou, we kunnen ons geweten niet aan de kapstok gaan hangen natuurlijk, als we bij onze werkgever aankomen. Dat mag in geen geval, dat zegt hij. En verder vers 6, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mens. Dus we zijn geen slaven van mensen, maar we moeten wel doen wat God van ons verlangt. Natuurlijk moeten wij in alle oprechtheid met onze werkgever ook omgaan. Wetende, vers 8, dat zo wat goed en eerlijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van den Heere zal ontvangen. Dus als hij goed doet, ontvangt u van de Heer weer terug. Het zij dienstknecht, het zij vrije. Dus u kunt een dienstknecht zijn, maar u kunt ook een vrije zijn. U kunt ook een werkgever zijn of vrij in de Heere werken, op wat voor manier dan ook maar. En gij hier, doet hetzelfde bij hen nalatende de dreiging. Dus werkgevers, niet dreigen van jullie moeten dit of jullie moeten dat. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor die eindtijd. Jullie moeten werken op dag, op Sabbat. Terwijl God dat verboden heeft. Dus die werkgevers, die worden hier enorm gewaarschuwd. Bij deze. Als die weet dat ook uw eigen Heere, Jezus Christus, in den hemel is. En dan komt die, dat geen aanneming des persoons bij hem, Jezus Christus, is. Dus wij kunnen natuurlijk nu hier wel heel wat zijn. Wat zei ik? Een werkgever, een baas noemen wij dat in onze tijd wel. Maar er is geen aanneming des persoons, dus pas op, werkgevers. U moet u net zo gedragen als uw werkgever, als van christelijke normen en waarden gaat.
Prachtig mooi. Wat zien we daar? Juist ook in Romeinen 2 vers 11. Laten we die er even bij pakken, want dat is wel mooi dat u daar ook een verbinding kunt leggen. Romeinen 2 vers 11 met wat we nu hebben gelezen. En dan beginnen we even bij vers 9. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. Ziet u? Maakt dus niet uit of je nu werknemer of werkgever bent. Vers 9 van Romeinen 2. Eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en ingeluk die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Hier in deze wereld zijn mensen heel vaak met voortrekkersrollen bezig. En dat wil God niet. Dat past niet bij God. Dus daar moeten we verre van blijven. Overduidelijk volgens mij. En dan zien wij ook, als we dat een beetje die tekst erbij hebben, van 1 Korintiërs 11 vers 19, ik zal het nogmaals voor u erbij pakken. Je mag hem zelf ook opzoeken, 1 Korintiërs 11 vers 19. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Ja, daar worden we niet blij van. Dat willen we natuurlijk liever niet. Waarom moeten daar nu ketterijen onder ons komen? Binnen Gods volk. En niet alleen binnen Gods volk in die eindtijd, maar ook binnen de Sjaartoekumene kerken komen daar ketterijen voor. Dus, waarom? Opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden, onder u. Dus die openbaring komt, en waardoor komt die openbaring? Door het licht wat op deze woorden valt, vooral in die eindtijd. Dat staat niet alleen daar. Laten we ook eens naar Filippenzen 1 vers 28 toe gaan. Filippenzen is direct naar de Efezebrief. 1 vers 28. Van de Filippenzenbrief. En dat gij in geen ding verschrikt wordt. Want dat zal dus gebeuren. Schrik dus daar niet van. Van degene die tegenstaan. Ketterij. Tegenstaan. Het welk hun wel een bewijs is des verderfs. Jongen, jongen, jongen. Dus die gaan ten verderf die tegenstaan. Ja, maar dat zeggen ook christenen. Christenen die geloven in Jezus Christus. Nee, maar die staan de laatste waarheden tegen. Daar spreken we dan over. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Wat daar staat. Diegenen die tegenstaan, vooral binnen Gods volk. Dat welke hun wel een bewijs is des verderfs. Ze brengen hun eigen bewijsvoering daarin aan. Maar u der zaligheid en dat van God. Mooi, gelukkig. Dat moet dus gebeuren opdat u openbaar wordt. Daar hebben we nu juist in deze laatste deel, komt er heel veel, wordt er heel veel openbaar gemaakt. Wat wil God dan voor u openbaar maken? God wil dat u gaat zien, wij, zoals we bij elkaar zijn, dat er scheiding wordt aangebracht. Shifting wordt aangebracht. Dat is niet alleen in de eindtijd in de Babylonische kerk. Echt niet. Die wordt ook aangebracht. Waarin? In de zevende dag staat wat is dan alweer? Gods laatste volk. De lijn van Juda, van Zuid. En die lijn van Noord, dat is de Sjaartoekumene lijn, de Babylonische lijn, komt daaruit voort. 10 koninkrijken, 10 stammen in Israël, 10 koninkrijken op het laatst, Openbaring 17 vers 12, mag u nog eens nalezen. Een stukje andere studie, maar het gaat hierom dat u heel goed gaat begrijpen dat aan beide kanten komt scheuring. Zowel bij Gods volk, rondom de zondenswet, voor de zondenswet, ook nog na, maar dan is de genadedeur al dicht na de zondenswet, voor de zevendaagsadventistische gemeente, Gods laatste volk die de luid roep moet brengen. Maar er komt ook een scheuring bij de Babylonische kerken. Dus dat wordt een hele heftige situatie. En daar gaat het laatste stuk over. Dat moeten wij nu goed verstaan. Van kijk, God wil ons nog één keer heel goed attenderen door het woord in de Efezebrief. En door wat Ekewijk, bijbelcommentaren, zeggen, de profetes, van let nu op dat jullie daarop bedaard zijn. En waardoor die scheuring komt, die tweespalt, hoe je het maar noemen wilt,
Dan gaan we eens mee verder, in vers 10. Voorts mijn broeders, van Efeze 6. Voorts mijn broeders, word krachtig in de Heer. Kijk, daar staat er, word krachtig. En in de sterkte zijner macht. Dus er moet een sterkte komen, een zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Gehele is ook totaal alles. Niets uitgesloten. De gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Ik zeg wel eens vaker, die duivel die gaat als een slang onder die tafel werkt. Wij zien dat vaak niet. Echt niet. Uit mijn eigen ervaringen weet ik nu dat ik heel veel dingen vroeger niet zag. En hoe meer ik Gods woord bestudeer, hoe meer ik bid, hoe meer ik zie hoe die slang onder die tafel werkt. In mensen dus. Dus wij moeten heel goed op hoogte zijn, waarmee met de listige omleidingen des duivels. Dan lees ik even verder, ga ik dan straks mijn Bijbelcommentaar doen, om dat beter voor u uit te kunnen leggen. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden, tegen machten, tegen geweldhebbers deze wereld. Der wereld. Der duisternis, deze eeuw. Tegen geestelijke boosheden in de lucht. Weet u nog? Die rebellie hangt in de lucht, hebben we gelezen met z'n allen. Vorige dienst. Wat is nu belangrijk? Die geweldhebbers. Openbaring 16 vers 13. Daar speelt zich heel veel af. Draak, het beest en de valse profeten. Dat zijn geweldhebbers. Maar ook binnen Gods volk, daar zitten ook geweldhebbers. Dat zijn diegenen die het allemaal wel weten. En ik bepaal hier wat er gebeurt. Dat zijn die machthebbers binnen Gods volk. En die hebben we ook in de Charte de Gemeenekerk. Ook van die machthebbers. Die zullen wel bepalen wat er moet gebeuren. Dus die geestelijke boosheden in de lucht, die zijn er. Laten wij eens opzoeken. Bijbelcommentaar, bladzijde 544. Bijbelcommentaar, bladzijde 544. Het is absoluut voor u verstandig om de Bijbelcommentaar er altijd bij te hebben. Dat heb ik al eens vaker gezegd. En lees zelf ook die hele Efezebrief vanuit Bijbelcommentaar eens goed door. Ik probeer u alleen te helpen om het beter te laten verstaan. Tot u door te laten dringen. En God moet het door de Heilige Geest in uw hart leggen. De eerste alinea van boven. Daar staat een strijd tegen overheden en de machten. En daar hebben we het hier over. Als mensen het aantal boze engelen zouden kennen. Als zij hun plannen en activiteiten zouden kennen. Stel dat we dat zouden kennen. Zou er veel minder, daar komt hij, trots en lichtzinnigheid zijn. Satan is de vorst der demonen. Duivels dus. De boze engelen waarover hij heerst, doen wat hij zegt. Hij is dus die grote machthebber. Over die boze engelen. Door hen vermenigvuldigt hij zijn helpers in de wereld. En dat zijn dus mensen. Hij is de aanstichter van alle kwaad. Dat in onze wereld bestaat. En als we even doorlezen, dan gaan we helemaal naar bladzijde 545. Daarnaast, onderin, onderste alinea daarvan, bladzijde 545. Voortdurend strijd van engelen. Dat hoort er namelijk een beetje bij. Als het gordijn terzijde geschoven kon worden en iedereen de aanhoudende bezigheden kon zien van het hemelse gezin om de inwoners van de aarde te behoeden tegen de verleidende listen van Satan. Daar hebben we het hier over gehad, die listige omleidingen des duivels dus in Efeze 6 vers 11. Als we die konden zien, opdat ze door hun zorgeloze houding, en vele mensen hebben een zorgeloze houding, niet door satanische strijdplannen zouden worden misleid, zouden ze veel van hun zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, dus dat eigen ik, verliezen.
Ze zouden zien dat hemelse legerscharen aanhoudend strijden tegen satanische machten. Dus hemelse legerscharen, engelen dus. Om overwinningen te behalen ten behoeve van degene die zich niet bewust zijn van het gevaar en die in onverschilligheid voorleven. Oh, dat valt allemaal wel wat mee. Ach, dat moet je niet zo zwaar inzien. Zo precies komt dat niet, wie wel of niet op de kansel staat. Hè? Laten we nog even naar de vorige predikatie toe gaan. Och, zie je wel, er staat toch achter bij Paulus in 1 Korintiërs 14 van. Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Is toch klaar, zijn we er klaar mee? Nee. Wij moeten wel de hele Korintiërsbrief lezen. Want wat stond er? Want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Dat zijn die onwetenden. Nou, die blijven maar onwetend. Maar u ziet, die zitten in die verleidende listen van de Satan. Die zijn er bijna niet meer uit te trekken. Want hun eigen ik, hun zelfverdaanheid, zelfzucht, kopje zelfzucht, valt alles onder. Zitten ze middenin. Daar moeten we medelijden mee hebben. Medelijden met onze broeders en zusters die zo hoogmoedig zijn. En als we dan eens verder gaan met de Efezebrief. In vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, hebben we gelezen, opdat gij kunt weten staan in de boze dag. Wacht eens even. In de boze dag. Wat is een dag? Profetische dag is een profetisch jaar. Dan vinden wij weer, u weet het als geen ander, Jesaja 34 vers 8. Laten we hem nog eenmaal opzoeken. Jesaja 34 vers 8. Want het zal zijn de dag der wraken. Dus dat is nogal een boze dag. In Efeze 6 vers 13. Want het zal zijn de dag der wraken des Heren. Een jaar der vergelding om Sion's twistzaak. Jesaja 34 vers 8. Jacob's benauwdheid. Dus wij moeten daarin staande kunnen blijven, zegt Paulus. U ziet dat Paulus een omslagpunt maakt van die wet moeten wij houden. De geboden, de inzettingen, de rechten moeten wij houden. Let op, kinderen. Wees jullie vaders. Want hij is het priester van het gezin gehoorzaam. Let op, broeders en zusters, wat er in de kerk gebeurt. De priester is niet de vrouw, maar dat is de man. Die is door God verordineerd, aangewezen. En daarom moeten wij die gehele wapenrusting Gods aandoen. Om dit te herkennen en te zien. En dan gaat Paulus verder in vers 13b. En alles verrecht hebbende, staande blijven. Dus wij moeten staande kunnen blijven, zoals gezegd. En dan vers 14. Staat dan uw lendenen omgord hebbende, met waarmee? Ja, met de waarheid. Oei. Hoeveel willen momenteel die waarheid niet meer aannemen? En, er komt nog iets bij, hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Dus het is niet alleen maar waarheid, maar ook oprechtheid in ons hart. En die twee gaan hand in hand. Paulus drukt ze ook in één woord uit. Laten wij eens Bijbelcommentaar bladzijde 567 opzoeken. 567. Om over die waarheid te spreken. En dan de tweede alinea van boven. De waarheid zoals deze in Jezus is, staat daar. De waarheid zoals deze in Jezus is, nogmaals. Als wij de waarheid onderwijzen naar onze eigen inzicht, zullen wij zien dat er niet altijd een volmaakte harmonie is. Zoals dat zou moeten zijn. Maar als wij de waarheid onderwijzen zoals deze is in Jezus, zullen wij onderricht geven in de geest van de ware opvoeder. Wij zullen geen verschillende meningen hebben. Die bestaan dus dan niet meer. En ons krampachtig aan onze
eigen ideeën vastklampen. Maar wij zullen oog in oog zien. Op die waarheid dus. Verstaan. Die in Jezus Christus was. En als wij op deze wijze lesgeven. In het geloof dat Jezus ons zal helpen om de waarheid voor te houden. Zoals die is in hem. Kunnen wij zijn hulp verwachten. En we krijgen die ook. Dat is natuurlijk geweldig. Dus die waarheid is zo intens in Christus. Als wij in Christus zijn, dus die oprechtheid hebben van hart, krijgen we ook die waarheid. Die is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En de profetes Egewaard zegt wel eens, een dwaling komt nooit alleen. En waarom komt een dwaling nooit alleen? Dat is heel interessant, als je dat verstaat. Ik zeg wel eens vaker, als je een puzzel hebt, stel je geen voor, we hebben allemaal wel gepuzzeld vroeger. Als je een puzzel hebt, een legpuzzel bedoel ik dan, dan kunt u niet één stukje proberen er helemaal verkeerd in te wurmen, zeggen we dan wel eens. Vroeger toen ik zo'n jongetje was, dan dacht ik, nou dat moet er toch passen, dat moet toch passen. Dan probeer ik dat ene stukje daar wel eens in te drukken. Ja, dat paste natuurlijk niet. Nog erger was, dat ik ergens anders een stukje tekort kwam. Ja, ik kan natuurlijk niet missen. En dat weer een ander stukje daar ook weer niet op paste. Dus ik kan nog wel één klein stukje veranderen willen in die legpuzzel. Maar dan een hele hoop stukjes eromheen passen niet meer. En ik mis ergens anders ook nog weer een stukje. Kijk, die waarheid is zuiver. Dat weten we. Maar een vervalsing die binnengebracht wordt. Dus als ik een verkeerd legpuzzelstukje daarin leg. Daar komen allemaal verkeerde stukjes eronder mee. Verkeerde stukjes. Dus vervalsingen komen nooit alleen, zegt Egewaard. En dat klopt. Want als u niet goed op hoogte bent van die dieptes van Gods verlossingsplan. En u gaat verkeerde dingen verdraaien in dat woord. Dan loopt u, hetzij vroeg in de Bijbel, hetzij later in de Bijbel, loopt u vast. Onherroepelijk. Dus het moet allemaal feilloos in elkaar sluiten. Feilloos in elkaar passen. En dat gaan wij nu ook zien, steeds beter ervaren. Want als we omgord hebben, onze lendenen omgord hebben met die waarheid, dan zien we dat die waarheid steeds dieper ons brengt naar die volle waarheid, naar alle waarheid toe. En er kan niets, kan dus niet een legpuzzeltje verkeerd in liggen. En die zit er dan ook niet in. Daar komen we met z'n allen echt achter. En daarom is dat woord zo ontzettend mooi. Want niemand kan ons dan meer tegenspreken. Echt niemand. En dan gaan we naar vers 15 toe. Wil ik eerst nog even lezen. Dan kom ik even op die gerechtigheid terug. En de voeten geschoeid hebbende met, wat staat daar? Bereidheid. Wat is bereidheid? Wat zijn voeten? Voeten moet u mee lopen, moet u iets mee doen, moet u mee werken. U moet werken met een bereidheid van het evangelie des vredes. U bent degene persoonlijk die werken moet. U wordt niet door uw moeder of door uw vader, kinderen, in dit geval laat ik me daarin bij beginnen, gered. Als u kennis genoeg hebt om het woord te verstaan, dat moet er wel even bij. U wordt niet gered door uw kinderen. Broeder, u wordt niet gered door een andere broeder. Zuster, u wordt niet gered door een andere zuster of door een broeder. Nee, u bent allemaal persoonlijk verantwoordelijk. Allemaal. En vooral dus in die eindtijd. Over die gerechtigheid gesproken. Laten we naar Ezekiel 14 toe gaan. Ezekiel 14, vers 14. Ezekiel is vlak voor Daniël. Ezekiel 14, vers 14. Gerechtigheid door geloof is natuurlijk nu wel belangrijk dat u dat begrijpt. Daar ga ik natuurlijk nu niet helemaal over spreken, maar het is wel belangrijk dat u dat begrijpt. En laten we maar eens lezen. Ezekiel 14, vers 14. Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniël en Job. Er wordt nogal wat gezegd hier. Drie mannen. Hoogstaande mannen. Gods eer stonden die. In het midden dezelfde waren. Bij u waren, bij ons waren. Zij zouden door hun gerechtigheid
Die gerechtigheid van Christus die zij ook in hun hadden. Gerechtigheid door geloof. Door hun gerechtigheid. Dus niet eigen gerechtigheid. Pas op, dat is iets heel anders. Alleen hun ziel bevrijden, spreekt de Heer. Heer. Wat heb ik nu net gezegd? De ouders kunnen niet op hun kinderen verlaten. En hun kinderen niet op hun ouders. Broeders en zusters, natuurlijk hebben we elkander nodig in de eindtijd. Maar u wordt alleen gerecht door die gerechtigheid van Christus persoonlijk in u te hebben. Of zouden ook Noach en Daniel en Job bij u in huis wonen? Laat ik het dan zo uitdrukken. Ze kunnen en zullen u niet redden. U moet zelf die bereidheid hebben. Dat staat hier, met de voeten geschoeid hebbende, met bereidheid van het evangelie des vredes. Dat moet u zelf intens diep in u hebben, wat waarheid is. En leugen, dat puzzelstukje, dat ontmantelt zich vanzelf. Hoeveel mensen nu al niet ageren, ja, maar die zegt dit en die zegt dat. Dan komen ze met boeken aan. Ik heb helemaal geen boeken nodig. Wij hebben een Bijbel. En wij hebben de geest de profetie. En voor de rest hoef ik geen boeken. Natuurlijk is het wel eens interessant om boeken te lezen. Ik zeg niet dat u geen boeken mag lezen. Maar hang uw eeuwigheid en zaligheid niet op aan boeken. Hang die op aan Gods woord. Want dat is duidelijk genoeg. En daar horen de profeten bij. En dus ook een Egewijd. Want dat was de laatste profeet, profetes binnen Gods volk. En dan gaan we verder met vers 16 van Efeze 6. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welke gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Weer die vurige pijlen. En daarom zien wij ook in de Bijbelcommentaren dat E.G. White heel veel daarover heeft gesproken. Over die vurige pijlen. Ik wil eerst even met u naar 515. Van Bijbelcommentaar. Bladzijde 515 van Bijbelcommentaar. Er staan ernstige dingen in. Ik heb al gezegd, ik lees u veel uit de Bijbelcommentaar in dit geval, omdat dat alleen maar u sterkt om ook de profetieën te lezen. In dit geval de geestenprofetie. En dan gaan we naar bladzijde 515 Bijbelcommentaar, zoals gezegd. En dan in de midden. Iets onder de midden. Dan staat, als u naar de hemel op weg bent. Nou, dat zijn we natuurlijk met z'n allen. Als u naar de hemel op weg bent, zal de wereld u hard tegenwerken. Overduidelijk. Werkt u niet hard tegen, dan kon u wel eens een verkeerde route hebben genomen. Bij elke stap zult u uw weg strijdend tegen Satan, zijn boze engelen en allen die Gods wet overtreden, de geboden, de inzettingen en de rechten, moeten gaan. Aardse gezaghebbers zullen tussen beiden komen. U zult te maken krijgen met vervolgingen. Het kwetsen van uw geest. Harde woorden. Spot en tegenspoed zult u mee te maken krijgen. De mensen zullen van u eisen dat u instemt met wetten. En daar komt hij. En gebruiken die maken dat u God ontrouw wordt. Dus pas op. Hier vindt Gods volk het kruis op de weg ten leven. Dat is ons kruis. Wij worden bespot en belaagd en tegenspoed zullen wij hebben. Wetten van mensen komen over ons heen. En dan verder lezende, snij elke aardse rank af, staat daar. Veel beleidende christenen worden terecht voorgesteld door de wijnstok, die over de grond kruipt en zijn ranken rond de wortels en andere rommel op de weg wint. Dat is dus verkeerde rommel. Tot al zulke mensen wordt de boodschap gericht. Gaat weg uit hun midden, scheid u af, spreekt de Heer. Houd niet vast aan het onreine en ik zal u aannemen. Ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Dat willen wij natuurlijk graag, zonen en dochters van Jezus Christus zijn. Maar het gaat nog verder. Wij moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen als wij door God gezegend en geëerd willen worden. En dat klopt, want die eindtijd wordt een hele pijnlijke tijd. Er zullen ook maar 144.000
overblijven die die laatste luide roep gaan brengen. Met 11 uur werkertjes bijeen komen erbij. Wij moeten ons van de wereld afscheiden. Maar dat wisten we al. En weigeren de dingen aan te raken die onze genegenheid van God zullen aftrekken. Overduidelijk. God heeft de eerste en voornaamste aanspraak op zijn volk. Zijn volk. Zijn dagsadvertist die die luide roep moeten brengen. Plus de 11 uur werkers die uit Babylon komen. Gaat uit van haar mijn volk. Dus dat is ook Gods volk. En dan gaan we verder. Richt uw genegenheid op hem. En op hemelse zaken. Uw ranken moeten worden losgemaakt van alles. Er staat echt alles wat aards is. Volgende bladzijde. U wordt aangespoord het onreine niet aan te raken. Dus nogmaals, zegt ze dat. Raak dat onreine niet aan. Want als u dat doet, zult u zelf onrein worden. U kunt zich onmogelijk verenigen met hen die corrupt zijn. Dat is onmogelijk. En toch rein blijven. Aha, ziet u dat? Samen gaan met corrupte mensen en denken van, oh, ik kan me er wel voor behoeden en bewaren. Het gaat allemaal wel goed, maar dat gaat dus niet goed. Welke gemeenschap heeft de gerechtigheid, daar hadden we het zo pas over, die oprechtheid in ons hart, met ongerechtheid? U mag ook zeggen, wat heeft de gehoorzaamheid met de ongehoorzaamheid gemeen? En welke gemeenschap heeft het licht, wat wij dus mogen bezitten, met de duisternis? En welke overeenkomst heeft Christus met Belial, afgodendienst dus, juist in die eindtijd, die afgoderij, dat ze allemaal een zondag moeten houden, een katholieke instelling, keizerlijk Rome heeft dat ingesteld. God en Christus en alle hemelse scharen zouden willen dat een mens beseft dat wanneer hij zich verenigt met wat corrupt is, hij zelf ook verdorven wordt. Nogmaals. Er is ruimschoots voorziening getroffen om ons op te heffen uit de valleien der aarde. En onze genegenheid te richten op God. En op hemelse zaken. We kunnen geen dubbele agendas hebben. We kunnen geen dubbele gezichten hebben. We kunnen niet maar immer lachen en maar knikken tegen iedereen. Raak het onreine niet aan. U zult zelfstandig keuzes moeten maken om te zeggen van, ik hou me daar verre van. God verlangt van mij dat ik rein ben. Want ik wil ook rein blijven. Want als ik naar dat onreine toe ga en meedoe en daar een welgevallen aan heb, Romeinen 1 vers 32, die kennen wij als geen ander, word ik mede schuldig. Mede onrein. En dat is het laatste wat wij willen volgens mij. Onrein worden. Vooral vlak voordat Jezus wederkomt. Kunnen we net alles wat we hebben gedaan in ons leven, allemaal nog verliezen. Want die vurige pijlen, die komen. Ook dus van broeders en zusters, medemensen, familieleden. Je mag dat nu natuurlijk allemaal gaan invullen, zoals u zo begrijpt. En dan gaan wij naar Efeziërs 6 vers 17. En neem de helm der zaligheid. En het zwaard des geestes, tweesnijdend scherp. Zwaard is het woord van God en dat weten we. Het welke is Gods woord? En wat is Gods woord? Wat doet dat woord van God? Johannes 17 vers 17. Een ontzettend mooi gebed heeft de Heer Jezus uitgesproken. Vlak voor zijn kruisiging. En samen met zijn discipelen. En wil ik u nog eens oplezen. Johannes 17 vers 17. Heilig ze in uw waarheid. Zo belangrijk is die waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus we worden door het woord van Jezus Christus geheiligd. En wat gaat er dan gebeuren? Al leest het zelf nog eens door. En dan komen we bij vers 21 van Johannes 17. Opdat zij allen één zijn gelijk te wijs. Gij Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Gij mij gezonden hebt. En dus hun ook gezonden hebt. Daar ligt die verbinding al. Dat is die
Heiligmaking door het woord waar wij hier met z'n allen natuurlijk mee bezig zijn. Vers 18. Met alle bidding en smeking, biddende ten alle tijden in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Dus we moeten blijven bidden voor al die heiligen. Wij hebben het woord van God, die dieptes van het verlossingsplan. Want als wij in Efezebrief, is goed lezen wat zuster White hier allemaal vertelt. Nou, daarna gaan we een omslagpunt maken wat wij kunnen weten, mogen weten. Maar dit is zo belangrijk. We hebben er al een stukje uit gelezen, bladzijde 544 van Bijbelcommentaar. En dan willen we precies in het midden beginnen. Daar staat sprekende over Satan. In het midden, sprekende over Satan. Sprekende over Satan zegt de Heer dat hij niet in de waarheid staande is gebleven. Hoort u dat goed? De kern van de val in de hemel, waar het allemaal begonnen is, is op het einde weer hetzelfde geval. Satan heeft zo in die tijd heen die waarheid vertroebeld, dat de laatste kinderen van God, de oprechten, zo ze oprecht leken, laat ik het dan zo stellen, niet meer in die waarheid zijn blijven staan. Pas dus op. Zoals het begonnen is, zo eindigt het. Ik zal hem nogmaals voorlezen. Sprekende over Satan zegt de Heer dat hij niet in de waarheid staande is gebleven. Gods volk, de zevendagsadventisten, heeft de waarheid. Onherroepelijk de waarheid. Maar ze zijn er niet in staande gebleven. Hij was eenmaal schoon, inderdaad. Gods volk, 1840, 1844, was eenmaal schoon. Stralend in het licht. Klopt, Gods volk. De Millerieten toen bleven maar 50 over. Maar Gods woord zegt van hen, uw hart verhief zich over uw schoonheid. Satan spoorde de anderen aan. En dat hebben we vorige Sabbat al besproken. Om in opstand te komen en nadat zij uit de hemel waren verdreven, verenigde hij hen in een bondgenootschap. Dat is een vals bondgenootschap natuurlijk, daar is het begonnen. En aan het einde hebben we weer zo'n vals bondgenootschap. Om de mens zoveel mogelijk kwaad te doen. Als enig middel om God te treffen. Maar hij wil God treffen. Dat is het enige wat hij wil. En broeders en zusters gaan in die voetsporen mee. Om een ander te treffen. Ze hebben niet in de gaten dat ze God daar ook mee treffen. Door uit die waarheid te vallen. Toen hij uit de hemel was verdreven, besloot hij zich te wreken door het werk van God schade toe te brengen. Ziet u wat er gebeurt na de zondes wet? Ze voelen dat ze te laat zijn. En dan gaan ze Gods werk schade toebrengen. Die juist Gods volk, die zevendagsadventisten, die niet verzegeld zijn. Rondom de banier van de opstand die hij heeft verwekt, hebben boze werkers uit alle generaties zich geschaard. Dat zijn dus mensen. Boze engelen hebben zich verenigd met boze mensen. Daar ziet u het al staan. In een strijd tegen het koninkrijk van Christus. Het is Satans doel geweest om zijn eigen karakter, weet u, gevoelens en gedachten, weer te geven in mensen. Zodra de mens was geschapen, besloot Satan Gods beeld in hem uit te wissen. En zijn merkteken van de beest dus, lees hem even mee, te plaatsen waar het merkteken, het zegel van God dus, behoorde te zijn. Hij slaagde erin om in het hart van mensen een geest van afgunst, haat, eerzucht te brengen. Wat speelt er zich momenteel allemaal niet af binnen Gods volk? Maar ook al in de Chatukemene kerken, Babylonische kerken, gereformeerde, hervormde kerken, noem ze allemaal maar op. Hij heeft in deze wereld een koninkrijk van duisternis gesticht, vooral als het om Gods woord gaat. Waarvan hij als leider van zonde de vorst is. Hij wilde de troon van God overweldigen. En dat willen nu ook menen. En die willen beslist op die troon staan. Lees eens preekstoel. Daar hij hierin niet geslaagd is, of zij,
heeft hij gewerkt in het duister, door verdraaiing, door bedrog, om zijn plaats in de harten der mensen door geweld in te nemen. Hij heeft zijn troon opgericht tussen God en de mensen, om de aanbidding te verkrijgen die alleen God toekomt. Ik lees nog een klein stukje verder. Onder wiens leiding? Ik wil graag dat u erover nadenkt. In wat voor positie wij zouden achterblijven als de heilige engelen ons niet zouden dienen. Wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. We hebben te maken met menselijke tegenstand. Maar daarachter is iemand anders. Dus u zult een hele hoop mensen tegenkomen die Satans handlangers zijn. Want dat staat hier. Het is de overste van de machten der duisternis met zijn boze engelen die voortdurend aan het werk zijn. En alle moeten bedenken dat onze strijd is tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Hoe ontzettend pijnlijk als we dit lezen met z'n allen. Vindt u niet? Hoe kunnen mensen onder de banier, staat er verderop, die zwarte banier van Satan staan? Of we staan onder de bloedbevlekte banier van de vorst Emmanuel, leest u dat zelf nog eens door helemaal, of u bevindt zich onder de zwarte banier van Satan. Maar wij bidden voor elkaar. Wij hebben verborgenheden. Krijgen wij van Jezus Christus. Mogen wij inzien. Vers 19 van Efeziërs 6. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de openbaring mijns monds. Met vrijmoedigheid. Wij moeten dat dus vrijmoedig spreken. En wat? Om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Wat is die verborgenheid? Openbaring 10 vers 7. Dat is Gods volk. Openbaring 10 vers 7, daar staat, maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bezuinen zal, dus dat is de derde week, lees zevende bezuin, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Gelijk hij zijn dienstknechten, den profeten verkondigd heeft. In die tijd leven wij. Wij kunnen die verborgenheden nu volop verstaan. Volop. En dan zegt Paulus verder, wij kunnen dat evangelie dus bekendmaken. En dan zegt hij over zichzelf. Moet eens opletten. In vers 20. Waarover ik een gezant ben. Oh. In een keten. Dat zijn twee dingen. Hij is een gezant erover. En wij hebben heel aan het begin gesteld met z'n allen. Die Efezebrief. Die is heel expliciet bedoeld. Vooral bedoeld. Voor de 144.000. Elduwerkers, toch? Zo zijn we begonnen met z'n allen. Aan de Efezebrief. En hier zegt Paulus, waarover ik een gezant ben. In een keten. Nou, dan wil ik eerst even naar die keten toe. Die in een keten is momenteel geestelijk natuurlijk. Hij staat letterlijk in die ketens. Hij staat geboeid hoor. Tussen ketens in. Tussen Romeinse soldaten in. Maar hij zegt, in een keten. Opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken. Dus het maakt niet uit of hij nog geketend is, ja of nee. Gelijk mij betaamt te spreken. Hij kon natuurlijk daar ook... Klinkt vreemd, maar wel met ketenen gebonden, maar wel nog opschrijven wat hij wil. Maar terug naar even naar waarover ik een gezant ben. Waarover de 144.000 gezanten zijn. Waarover over die verborgenheden. Maar die kunnen die verborgenheden straks haarfijn uitleggen. Haarfijn, echt. Dat is natuurlijk prachtig. Dan ben ik gezant over, ja, maar zeg, nou maken we toch wel heel snel... Die vergelijking met Paulus en 144.000. Maar dan gaan we even naar Filippenzen 4 vers 9. Filippenzen 4 vers 9. Daar staat, hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, zegt Paulus, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Dus doe dat. Het is exact hetzelfde wat Paulus dus hier zegt. Ik ben een gezant. En wat ik dus ook nu zeg. Wij zijn ook gezanten van die verborgenheden. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Doe dat. En de God des levens zal met u 144.000 zijn.
De Heer wil u met zijn koorden van liefde trekken. Om die geweldige, mooie, luide roep te kunnen en te mogen brengen. En dat draait het om. Laten wij Bijbelcommentaren er eens bij pakken. Weer Bijbelcommentaren. Want bladzijde 562. Daar gaan we eerst even naartoe. 562. Want nu lijkt het natuurlijk of het die gemeente gaat vallen. Als we zien hoeveel druk we krijgen straks. Maar die gemeente zal nooit vallen. God houdt nog een overblijfsel over op deze aarde. Moeten we niet onderschatten. Niet onderschatten. En dat vinden we in bladzijde 562. Daar staat in de eerste alinea van boven. Staat beproeving van de tijd van shifting. Wij zitten in die beproeving in die tijd van shifting. Zitten we nu middenin. Diegene die dat niet meer ziet, nou, dat zou ik bijna zeggen, heb ik bijna medelijden mee. Niet alleen in de natuur zien we dat, niet alleen met de volkeren die toornig worden, maar ook binnen Gods volk. En ook binnen de Sjatukumene, we zien het overal om ons heen gebeuren. Nogmaals, de beproeving van de tijd van zichting. Satan zal zijn wonderen doen om te verleiden. Hij, dus de Satan, zal zijn macht doen voorkomen als de grootste macht. Komt als een engel des lichts natuurlijk, dat weten wij. Het mag schijnen, zegt zuster Wijd, dat de gemeente op het punt staat te vallen. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt nooit. Zij blijft bestaan. Dat zijn dus de 144.000, de zevendags adventisten gemeente. De vrouw, Openbaring 12 vers 17. Terwijl de zondaars in Zion worden uitgezeefd. Dat is de zifting. Dus die zondaars die ongehoorzaam zijn, die al die dingen doen wat God heeft verboden, in zijn geboden, inzettingen en rechten, die worden allemaal uitgezeefd. Uitgezeefd staat daar. Het kaf wordt gescheiden van de kostbare tar. Dit is een vreselijke beproeving, maar ze moet toch plaatsvinden. Alleen zij die overwonnen hebben door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Zo belangrijk is het dat hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben. Openbaring 14 vers 12. Zo belangrijk is het. Getuigen zijn. U bent dus werkzaam voor God. Zullen gevonden worden onder hen die waarachtig en trouw zijn. Zonder vlek of smet. Van zonde dus. Ziet u dat? Daar komt Efeze weer terug. Efeze 5 vers 27. Zonder enige bedrog in de mond. Openbaring 14 vers 5 komt er weer bij. Het overblijfsel dat de ziel reinigt door. Kijk, komt hier weer die twee. Door waarheid. Te gehoorzaam. Doet kracht op uit dit beproevend proces. Dus je moet... En als u die waarheid gaat gehoorzamen, krijgt u kracht uit dat beproevende proces. Door de schoonheid der heiligheid tentoon te spreiden. Te midden van de hen omringende afval. En die afval is echt dus omringend. Maar wat zien we heel duidelijk. Die gemeente valt niet, dat kan niet. Want dat zijn de eerstelingen. Leviticus 23 vers 17. Gaan we nu niet op in. Maar geweldig mooi hoe God dat verlossingsplan dan neer heeft. U krijgt kracht. Elders zegt zuster Wijd van uit de laaghartigheid en lafheid van anderen, die dus niet gaan, trekken die 144.000 hun moed uit. Klinkt vreemd, maar als je ziet mensen vallen en laaghartig worden naar elkaar toe en naar God toe, ja, dan krijgen ze moed van. Door wie? Door onze God en Vader in Jezus Christus. Gaan we vers 21 lezen van Efeze 6. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere bekend maken. U ziet al dat Paulus al zegt, kijk, ik heb Tychicus en die zal het u ook nogmaals bekend maken. Dus door Paulus gesproken, naar de 144.000, door Paulus gesproken ook naar Tychicus toe. Zien we dat verband ook. Dan welke ik tot datzelfde einde
tot u gezonden hebt. Opdat gij onze zaken zou weten. We hebben dus kennis van zaken. En uw harten zal vertroosten. Heilige Geest vertroosting. Er staat heel veel te gebeuren. De gemeente zal niet vallen. In geen enkel geval. Maar we willen ook even naar Bijbelcommentaren. En dan wel bladzijde 660. En dan hebben we het over Openbaring 7. Lees hem helemaal door. Dan vind je ook weer zonder vlek of rimpel. En ontzettend mooi wat er allemaal staat. Bladzijde 660 en dan wel derde van boven. Erna streven om tot de 144.000 te behoren. En zo zitten wij ook bij elkaar. We willen dat allemaal. Afgezien of je nu te rusten wordt gelegd of niet. Maar dit moet gewoon standaard ons streven zijn. 11 uur werken, 144.000. Nogmaals, er naar streven om tot de 144.000 te behoren. Zij die door het lam geleid zullen worden naar de bronnen van levend water. En van wier ogen hij alle tranen zal afwissen. Zijn degenen die nu. Zevende hervormingsperiode, nu, want zuster White is geroepen voor de zevende hervormingsperiode, de kennis en het begrip ontvangen die in de Bijbel Gods woord wordt geopenbaard. Wat is dat? Dat is nieuw licht. Dat is onherroepelijk nieuw licht. Wij mogen geen mensen nabootsen. Hebben we al besproken. Geen mens is wijs genoeg om onze maatstaf te kunnen zijn. Ezekiel 14, vers 14. Maar dat staat ook nogmaals in Ezekiel 14, vers 20. Mag je er nog een keer bij pakken. Al was Noach en Job hier in Daniel. Alleen door die gerechtigheid die wij persoonlijk in ons hebben van Christus. Kunnen wij gered worden. Wij moeten zien op de mens, Jezus Christus. Die volmaakt is in gerechtigheid en heiligheid. Hij is de overste leidsman en voleinder van ons geloof. Hij is het grote voorbeeld. Zijn leven is de maatstaf van de ervaring die wij moeten opdoen. Zijn karakter moet ons model zijn. Laten wij daarom onze gedachten van de problemen en moeilijkheden van dit leven, want die komen en die zijn er nu al, aanwenden, om ze op hem te richten, op Jezus Christus. Zodat wij door aanschouwen naar zijn beeld veranderd. Worden. Er is een goede reden om Christus voor ogen te houden. Wij kunnen veilig naar hem opzien, want hij is alwijs. Als wij naar hem zien en aan hem denken, zal hij in ons gestalte krijgen als de hoop der heerlijkheid. En dan komt dat mooie doel, dat streven. Laten wij met alle kracht, alles wat in ons mensen zit, in alle kracht ook om die goddelijke natuur deelachtig te worden. Daar halen wij die kracht ook vandaan natuurlijk. Die God ons heeft gegeven. En naar streven om tot de 144.000 te behoren. Dus die God ons heeft gegeven. Staat daar. Goddelijke natuur. Kracht van boven. Dat is ons doel. Is dat ook uw doel? Daar komt nieuw licht. Dat lezen wij als geen ander. En als we dan eens Openbaring 14 erbij pakken, uit de Bijbelcommentaren, wel te verstaan, dan zien we dat ook heel mooi weer terugkomen. Dan beginnen we in bladzijde 673. 673, ongeveer in het midden. Identiteit van 144.000 niet geopenbaard, maar er zit een heel groot gevaar in. Christus zegt dat er in de gemeente mensen zullen zijn die fabelen en veronderstellingen naar voren zullen brengen, terwijl God grootse, verheven en veredelde waarheden heeft gegeven die steeds in de schatkamer van de geest bewaard moeten blijven. Als de mensen nu eens deze dan geen theorieën aanvaarden, als ze nieuwsgierig zijn naar iets dat ze niet behoeven te weten, leidt God hen niet. Het is niet overeenkomstig zijn plan dat zijn volk iets zal brengen dat zij veronderstellen. Dus iets wat niet uit Gods woord vandaan komt. Maar dat niet in het woord wordt geleerd, bestaat het al.
Het is niet naar zijn wil dat zij strijdvragen aangaan over de zaken die hen geestelijk niet zullen helpen. En dan komt de hoogmoed, let maar eens op. Zoals, wie vormen de 144.000, wie zijn dat? Oh, dat is vast hij, of dat is zij, of die, of die. Dan gaan we weer met het vinkje wijzen. Dit zullen zij die door God uitverkoren zijn, ongetwijfeld binnen korte tijd weten. Zuster Wijd heeft nog een hele mooie quote erin. Die zullen in actieve dienst gesteld worden. En u zult begrijpen, bij die zonder zijn. Mijn broeders en zusters, waardeer en bestudeer de waarheden waar we het hier over hebben. Die God voor u en uw kinderen heeft gegeven, besteed niet uw tijd met het zoeken naar iets dat geen geestelijke hulp betekent. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? Dit is de enige belangrijke vraag en die wordt duidelijk beantwoord. Wat staat in de wet geschreven? De geboden, de inzettingen en de rechten. Hoe leest gij? U zult als geen ander begrijpen met de vorige predikatie wat hier gezegd wordt. Gods volk volgt het Lam nu. De Heere heeft een volk op aarde dat het Lam volgt waarheen het ook gaat. Hij heeft zijn duizenden die de knie voor Baal, Baalenbidding, Chartekumene, katholieke kerken, alles wat eraan komt, niet gebogen hebben. Deze zullen met hem op de berg Sion staan. Dat is interessant. Daniel 11 vers 45, pak hem er nog eens bij. Dat is de derde engelenboodschap. Die staan, 144.000, met hem op de berg Sion. Heel interessant. Quote staat hier van zuster Wijd. Maar zij moeten op deze aarde stand houden om God met de, daar komt hij, de gehele wapenrusting. Daar hebben we het toch over gehad. Efeze 6 vers 13. U moet die gehele wapenrusting van waarheid in uw hart hebben. Anders kunt u niet staande blijven. Anders kunt u onherroepelijk niet staande blijven. Dat is het woord van God. Zo spreekt de Heer, Heer. Hoe leest gij? Wat is in die wet geschreven? Klaar. Daar staat hij klaar. Klaar wakker staat verderop. Dat hebben we ook al eerder besproken. Maar klaar om zich bezig te houden met het redden. Waarvan? Van degene die op het punt staan om te komen. Juist in die eindtijd. Hemelse engelen leiden bij dit zoeken. Geestelijke activiteit wordt vereist. Dat is de derde toets. Van allen die de tegenwoordige waarheid geloven. Zodat zij samen dit werk kunnen doen. Die tegenwoordige waarheid die nu verkondigd wordt. Die u nu hoort. Daar draait alles om. Dat draait echt alles om. Als wij eens naar 2 Petrus 1 vers 12 toe gaan. 2 Petrus 1 vers 12. Dan ziet u ook dat Petrus dat ook heel goed heeft begrepen. 2 Petrus 1 vers 12. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. We zijn dus versterkt. In die tegenwoordige waarheid. Mag u doorlezen? En wat leest u dan? Moet u eens opletten, helemaal onderin van bladzijde 674. Het kantelpunt voor Gods volk bij de zondagswet. Grote aantallen aanvaarden de waarheid. Helemaal onderin. De tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van genade voor hen, een andere groep, die geen kans, dus een absoluut andere groep, hebben gehad om te leren wat waarheid is. Chartekumene kerk, hervormde, gereformeerde. Babylon. Vol tederheid ziet de Heer op hen, Chartekumene kerk, neer. Zijn hart vol ontferming is bewogen. Zijn hand is nog uitgestrekt. Om te redden. Terwijl de deur gesloten is voor hen die niet binnen wilden gaan. Zevendag zat het is dus. Grote aantallen zullen worden toegelaten. Die in deze laatste dagen de waarheid, die laatste waarheid, die tegenwoordige waarheid voor de zevende hervormingsperiode, voor het eerst hebben gehoord. Prijs de Heer. Hoe duidelijk vertelt Gods woord u en mij
wat wij moeten leren verstaan. Wij moeten klaar en klaar wakker zijn. Bladzijde 683 van Bijbelcommentaar. Lieve broers en zusters. Wij moeten dat weten. Efeze 6 vers 22. Dewelke ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb. Opdat gij onze zaken zou weten. Wij moeten op hoogte zijn. En hij uw harten zou vertroosten. Vrede, zei den broederen. En liefde met geloof van God den Vader in den Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid aan. Wat is onverderfelijkheid? Dat is dat u de heerlijkheid mag zien van Jezus Christus. Dan bent u onverderfelijk. Dat laatste woord dat Paulus hier zegt, is in principe levend. Dat u de Heer Jezus levend, dus in onverderfelijkheid ook mag ontmoeten. Dat is een hele mooie dubbele betekenis heeft Paulus eraan gegeven. Lieve broeders en zusters, we zijn aan het einde gekomen van deze Efezebrief. We kunnen nog meer citaten aanhalen. We kunnen nog meer vertellen. U kunt, zoals u wilt, die mensen die steeds bedenkelijk zijn en nog meer gaan twijfelen en willen twijfelen, doorgaan met twijfelen. Maar het staat volledig klip en klaar dat wij omgord moeten zijn, borstwaden hebben en omgord moeten zijn met die waarheid en met die genade. Wij moeten als geen ander die totale wapenrusting aan hebben. Karakter, gevoelens. Gevoelens in ons. Gedachten moeten rein zijn. Wij moeten onbesmet bewaard blijven. Die onreinen zijn overal aanwezig, moeten wij afstand van nemen. Verderop staat ook, als broeders nog waarschuwen, maar meer kunt u niet doen. Pas op dat u er niet te veel mee omgaat, want dan wordt u daarmee besmet. Onherroepelijk. Ik zie te veel om mij heen gebeuren. Studeer, onderzoek, smeek God om die laatste waarheden waar we nu over spreken. Want het is nog maar zo'n klein beetje van de waarheid wat u nu hebt gehoord in de Efezebrief. Want we hebben natuurlijk 400 Bijbelstudies liggen. Er staat vele malen meer in. Maar doe er alles aan om die waarheid te vatten, te begrijpen, te koesteren. Want dan kunt u pas ook dat werk doen om die luide roep om Gods oprechte kinderen uit al die kerken te roepen. Dat omslagpunt is bij de zondagswet. Ik bid voor u. Ik hoop dat ik u mag zien tijdens die luide roep. Ik hoop dat ik er zelf bij mag zijn, zoals de Heer wil, als ik niet val. Maar blijf smeken, smeken, blijf onderzoeken. Blijf die verborgenheden koesteren in uw hart, die Jezus Christus u in uw hart heeft gegeven. U bent het die zelf keuze maakt. U bent het die zelf beslissingen neemt. Doe de beslissing haastig en spoedig, want Jezus komt spoedig. Amen. We willen met z'n allen een lied zingen. En wel lied Psalm natuurlijk. 60 vers 1. Psalm 60 vers 1. O God, hoe hebben wij getreurd. Door u verstoten en verscheurd. Dat staat daar. Gij zijt op ons vergramd geweest. Inderdaad. Maar er komt een andere tijd. Want de schudding is volop gaande. Laten we zingen met z'n allen Psalm 60, vers 1.
Laten we na dit mooie lied de Heere God danken, zoeken in gebed. Wilt u samen met mij danken en bidden? Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. Het is toch geweldig dat u uw woord zo wilt openen. Door uw Heilige Geest aan onze mensen. We hebben het nodig. We willen zo graag die waarheden, die verborgenheden leren. Die laatste waarheden, die tegenwoordige waarheid voor de zevende hervormingsperiode. We willen graag in die oprechtheid wandelen. Juist de geboden, inzettingen en rechten bewaren, zoals u het hebt bedoeld. U neemt geen genoegen met compromissen in de zonde. Vader in hemel, dank u wel dat u ook nog een profetes hebt gestuurd, dat we dat beter kunnen verstaan. Maar alles staat al in uw woord. En wij luisteren vaak niet goed genoeg naar uw woorden. Help ons, geef ons kracht, dat we juist de keuzes kunnen en mogen maken voor de eeuwigheid, lieve Heer. En dat we klaar mogen staan om uw oprechte kinderen uit al die kerken te roepen. En dat uw oprechte kinderen uit al die kerken mee gaan helpen om die geweldige mooie waarheden, die laatste waarheden, de tegenwoordige waarheid te mogen luisteren en verspreiden. Heren, we leggen zo alles weer voor u neer. Ook deze komende week weer. Ga met ons mee. Dat we dagelijks studeren, niet alleen maar op de Sabbat of op welk dag ook maar elke dag van de week studerende, lerende, uw woord ontvangende, wijsheid ontvangende van u. Dat we het grote verlossingsplan diep in ons hart mogen dragen en ook uit kunnen dragen. Want dat is een vereiste, dat we dat kunnen. Lieve Heere God, we danken u. Lieve Vader in de hemel, we danken u dat u uw Zoon hebt gezonden om ons dit alles te leren. Dat we mogen verstaan wat u hebt bedoeld. U bent het die het willen en werken hebt gedaan, lieve Heere, en volbracht hebt voor ons, lieve Heer Jezus. Maar we weten dat we aanspraak mogen maken op die goddelijke natuur van u. Heer, en dat we ook zonder vlek of rimpel, zonder bedrog, bevonden kunnen en mogen worden. Niet uit eigen kracht, maar door uw kracht. Wilt u zo bij het evangeliewerk zijn? Wilt u bij de inzamelingen zijn die we nu houden? Wilt u bij de mensen zijn, dat ze gezegend mogen worden, ook die zegen mogen ervaren door mee te helpen, uw oprechte kinderen te mogen en te kunnen roepen, ieder op zijn eigen plaats, met zijn eigen talent. Heren, ook door de gaven, wilt u de gevers, wilt u die zegenen. Heren, kom met grote kracht over uw werk, dat we toch als allerlaatste die geweldige mooie waarheden tentoon mogen spreiden. U bent het die het willen en werken in ons doet. Ga daarom zo met ons deze week in. Met uw Heilige Geest en bescherm ons met uw Heilige Engel. Dit alles bidden we van u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit genade. En om Jezus Christus onze geliefde Heer in naam te wil. Amen. Als laatste willen we een toepasselijk lied zingen. We proberen natuurlijk altijd toepasselijke liederen te zoeken. Maar ik vond deze toch wel heel toepasselijk. Ik denk dat iedereen hem zal kennen. Vooral het laatste vers. Dat wij die zegen van God nodig hebben, willen wij een zegen kunnen zijn. En we krijgen straks ook nog een zegen mee. Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. En u weet welk gevaar er voor ons op de loer ligt. Die Satan met zijn handlangers zijn hier op deze aarde en moeten wij voor bewaard worden. Wilt u straks samen, na de inzameling van de collecte, met mij zingen Psalm 121 vers 4. Maar nu eerst de collecte. Thank you.
Laten we samen staan gaan voor God en staande blijven. En de zegen ontvangen straks. En alvorens Psalm 121 vers 4 zingen. Ja, de Heere zal ons altijd behoeden. Waar we ook heen gaan. Geweldig om dat te mogen weten. Een blijdschap geeft dat in ons hart. We hebben een taak voor de Heer te doen. De Heere wil ons een opdracht geven. En heeft ons een opdracht gegeven. Om Gods oprechte kinderen te roepen. En we willen graag als één gezin straks in die hemel zijn. Wij kunnen niets uit onszelf. Maar we kunnen wel een zegen van God krijgen. Dat we zegen mogen zijn. Daarom wilt u uw hoofden buigen om de zegen ook met mij te kunnen ontvangen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.